Welkom op onze derde aflevering van de 2024 Inside Podcast. En vandaag hebben we wel een monument uitgenodigd. Tom, zegt jij het? Wie is het? Mr. Westela, Jeffke Deelen. En de Belgische Ryan Giggs. Heb ik ook al gevonden. En de koning van het Kuipje. Ja, dat klopt. Jeff, dat zijn nogal bijnamen, joh. Dat zijn serieuze bijnamen, hè. Ja, de Giggs, dat komt eigenlijk omdat ooit een interview voor de krant werd gevraagd van wie is uw lievelingsspeler. Maar ik heb dat eigenlijk nooit niet gehad. Maar die bleef dat toch maar vragen. Allee, zeg dan toch een naam. Ik zeg, ja, ik zeg Ryan Giggs dan, hè, op een linkerflank. En dan de volgende dag stond in de krant, hè, Jeffke Giggs van Westerlo. En voilà, ja, dat is er blijven achtervolgen. Dat is me altijd blijven achtervolgen. Ja. Zeg, we zitten vandaag ook, hè, want degene die niet kunnen zien, de luisteraars, we zitten hier in een ander lokaal. We zitten in het scoutslokaal. Maar de Jeff, jij kent deze scoutslokaal wel, hè? Heel goed zelfs. We hebben hier heel veel koffiekoeken gegeten voor de trainingsmorgens. Mocht het toen, amai, als je dat nu tegen een diëtist zegt, koffiekoeken. Ja, dat is, dat is not done meer, denk ik. Dus, maar vroeger, donderdags, was het altijd toernooiken in de voormiddag. En de ploeg die laatst was, die moest dan koffiekoeken meebrengen voor de rest. Of was er iemand verjaarden of eender wat. We zijn hier heel veel koffiekoeken gegeven. Heel veel verjaardagen, hè? Bijna elke dag. Ja, voilà. Dus het is hier wel fel veranderd, denk ik. Ja, ja, ongelooflijk eigenlijk. Hè. Als je ziet hoe dat het nu is, ja, kan ik alleen maar blij mee zijn. Ja, ja, ja. Wat stond hier vroeger dan binnen, Jeff? Ja, gewoon van die plastieke tafels, wat stoelen, een dartsblok die hing hier achter mij. En ja, voor de rest, dat was het dan, hè. Een bord voor de bespreking? Een bord voor de bespreking, waar nu de tv hangt. Ja. Zeg, en op dat bord stonden meestal ook al 11 namen op? Of? We hebben eens gehad dat er maar 10 op stonden, dus dat was een zekerheid voor 3 punten toen. Hè. Ja, ja, ja. Ja, dat, wel, dat verhaal denk ik dat iedereen wel kent. Ja, ja, dat was, Weet je nog van welke wedstrijd dat was? Dat kan ik niet zeggen. Nee, dat kan ik niet zeggen. Maar het is wel grappig, hè? En ja, ook het antwoord daarvan, hè? Ja, van onze cagent. Voilà, ja, dat we vandaag sowieso gingen winnen dan. Hè? Dus, dat zijn heel leuke herinneringen aan een tijd in het kampje. Ja. Zeg, chef, je zegt gestopt in 2012, hè? Ja. Denk ik. Wat doe jij nu ondertussen? Ja, ik ben ondertussen een vertegenwoordiger voor het fietsenmerk Norta. Die zit ook niet ver af in Oelen. Ja. En ik heb een beetje hetzelfde gevoel als ik bij Westerlo binnenkwam. Norta is ook een familiebedrijf. En vanaf het moment dat ik bij Norta binnenkwam en met Eddie, de baas van Norta, een gesprek had, had ik zoiets van, ja, als ik hier kan beginnen, dan zit ik heel goed. Maar je bent eerst begonnen als chauffeur, als je het kent. Ja, ik heb eerst een jaar of 3 echte fietsen rondgebracht naar de winkels. En dan vroeg Eddie aan mij voor vertegenwoordiger te worden. Maar had hij mij toen een vast contract gegeven voor chauffeur, dan was ik even gelukkig geweest. Dus, serieus? Ja. Ja, toch wel. Ik deed dat graag. En als vertegenwoordiger zijn, ja, ik heb in mezelf nooit echt een verkoper gezien, maar het ging vooral over de manier waarop dat met mensen omging. Was voor hem heel belangrijker dan dat je ergens binnenkomt als ze zeggen van oei, daar redden wij die vertegenwoordiger. Dus dat was niet het geval. Mm. Dus ja, die klik was er direct. Oké. En dat is over heel Vlaanderen dan? Of is dat provincie Antwerpen? Heel Vlaanderen en een stukje Nederland. Ja, ik kom tot aan de kust en dan tot onder de rivier in Nederland ongeveer. Dus Breda, Tilburg, die kanten. Dus, En ça va met verkeer? Want allee, ik zou dat eerlijk gezegd... Wel, ça va is dat niet, maar als ik naar de Vlaanders vertrek, dan ga ik echt wel om 6 uur 's morgens voor de file. En dan kom ik meestal iets na de middag al terug. En dan doe ik in de buurt nog een paar winkels desnoods. Maar je kunt dat zelf een beetje kiezen. En uiteindelijk valt dat dan wel mee. Ja. Ja. Tegen de fietsenbranche? Jij vroeger veel gefietst of zo? Nee, eigenlijk niet. Ik ben niet echt een fietser. Toen ik ben gestopt met voetballen, mijn vrouwke die fietste heel veel met de koersfiets, de mountainbike. En dan heb ik zelf ook een mountainbike aangeschaft. Maar ik denk dat ik er 10 keer mee gereden heb. En dan staat nog altijd in de garage aan de kant. Okay. Misschien tegenwoordig al overgeschakeld naar een elektrische fiets of zo? Ah, wel, ik mag nog niet. Oei. Nee, ik zou het heel graag doen, maar dat gaan ze niet graag hebben, Katrien. Okay. Nee, maar dat je net toch zegt, mountainbiken, hè? Dus in het bos. Ja. Want je hebt eerst nog een oude carrière, heb ik ergens gevonden, een opleiding gedaan, bos- en natuurbeheer. Ja, dat klopt. Ja. En dat was het eigenlijk de bedoeling, dat ik daar ergens, dat ik daar iets in ging doen. Ja. Maar dan, dat was bij natuurwerk, voor mij als begeleider, maar die moest nog gaan snoeien in hun budgetten en dan is dat uiteindelijk niet doorgegaan. Ja. Maar dat had evengoed dat kunnen zijn, ja. Ja.
Dat is een natuurmens dan. Eigenlijk wel, ja. Ja. Heb je een bewust voor gekozen om niet in het voetbal verder te gaan dan? Ja, ja, ik moet zeggen, ik denk ook persoonlijk dat ik nooit echt een typische voetballer ben geweest. Ik had dat ook niet als jong gastje, zo van ik ga later profvoetballer worden. Ik ben dat echt pas later. Hè, ik ben de laatbloeier. Ik heb tot 18 jaar in Beersel gevoetbald, mm-hmm, bij de Provinciaal. Daar gaan we het gebied nog eens over hebben. Ja, hè? En voilà, ja. En ik heb heel graag gevoetbald. Ik vond dat de schoonste job dat er was. Maar dat was ook voor mij alleen trainen en op dat veld in het weekend alles geven. Maar al de rest dat erbij kwam, dat was zo niet mijn ding. Dus, zeg, maar wat bedoelde zo met al die rest? Zo? Ja, allee, ze hebben hier ook de vraag gesteld toen om trainer te worden. Ja, 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 ja. Of zo, maar ik zag dat ook allemaal niet zitten om, nee, om in de jeugd. Met, allee, ondanks dat ik ben giroleider geweest en ja, ik kan heel goed omgaan met jeugd en zo. Maar al het heen wat erbij. Was ook niet zo'n beetje, waarom dat je ook gestopt bent, zo de mentaliteit van tegenwoordig? Hè? Dat was het is toch moment, iets veranderd? Ja, ja, dat was ook. Hè, dat was ook, hè. Ik ben op mijn 36 gestopt. Ik was denk met een Bart Telkens toen de enige twee spelers in boven de 30, de rest allemaal jonge gasten. En ja, dat was ook een beetje. Ik ben ook in mineur eigenlijk moeten vertrekken, want dat was het jaar dat we degradeerden. Ja. Dus dat is nog altijd iets dat een beetje zuur is. Maar ja, ik was fysiek nog in orde, want ik had eigenlijk nog kunnen mee afzakken, maar dat bij mij was puur mentaal. En wanneer heb je die beslissing dan genomen? Was dat in het begin van het seizoen of het midden? Of? In het midden ongeveer. Ja? Was dat. Ja, ja. Oké, okay. Ja. En dan zo ineens, dus dat is morgens op gezegd van, ja, zeggen, kan stoppen. Ja, van het seizoen. Ja. Herman, ik stop ermee. Ja, ja. Eigenlijk wel. Daar kwam het op neer. Dat ik zoiets had van... Yeah. Je zegt je fysiek nog in orde en dan toch... Ja, ja. Het was te veel. Het was gewoon mentaal te veel voor mij, ja. Ja. Ja, ja. 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 Ook het seizoen op zich. Ik ben iemand die heel weinig gekwetst is geweest altijd. En ook dat laatste seizoen heb ik twee keer mijn ribben gebroken. Oh, ja, zo van die dingen. Twee keer een rib gebroken op een seizoen. Dat is ook niet zo'n kwetsuur dat meestal bij veel voetballers voorvalt. Nee, op seizoen, voilà, ja, heel raar toen. Ja. Want toen heb ik eigenlijk wel wat wedstrijden gemist. Ja. En gewoon mee in duel te gaan twee met keer? Met duel te gaan, ja. Oké. Okay. Ja. Is een knie erin. En dan, Het heeft zo moeten zijn. Het heeft zo moeten zijn, ja. 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 Zoals je dat juist zegt, begonnen bij Beersel. Kijk, hij is wat de specialist van provinciaal voetbal. Tom, meestal kom jij dan af met zo'n verhaal van... En dan haal ik uit de lucht van... Oh, hoe weet hem dan weer al? Okay. Dus Beersel, wat zegt u daar? In Beersel heb ik mij een auto gekocht. Oh. Een goeie garage? Ik weet niet, dat was vroeger een Audi garage, was dat vroeger? Of was dat ook zo? AB Autocars of zoiets? Dan heb ik ook mijn auto. Hupsi. Dat is eigenlijk op de grens. Eigenlijk ligt het korter bij Berlijn-Rijkant, maar het is zo juist op de grens van Beersel. Ja, AB. Ja. Dat is mijn connectie met Beersel. Ja. Okay. Maar dat is blijkbaar wel bergop Beersel. Ja. Ik ben een beetje aan het opzoeken geweest. Dat is. Ja. Groen-wit. Groen-wit. Ja. En dan, jij hebt geschot, dat was dan, hoeveelste op tweede provinciaal? Tweede provinciaal, ja, was dat, ja. Tweede provinciaal. Ja, nu zijn ze afgezakt. Ja. Dus, maar een geweldige ploeg, denk ik. Allee, of die mannen toch, hè? Allee, ik wil zeggen, waar jij het mee samen zit in Beersel niet. Ja, ja, sowieso. Hè? Ja, ja. Allee, die twee, allee, dat jaar en een half in met de eerste ploeg. We spelen altijd mee voor een titel ook. En dat was, in die tijd waren er nog redelijk veel jongens uit Beersel zelf die in de ploeg stonden. En ik heb daar veel plezier gemaakt. Ja. Ja. Meer plezier dan in Westerlo? Nee, toch niet. Nee, in Westerlo heb ik meer plezier gemaakt. Zeg, na Beersel komt Tielen. Ja. Hè? Ja. En daar hebben wij twee rakingspunten. Ik en de chef in Tielen. Aha. Ja. Want daar heeft men zijn lang haar moeten laten kort knippen. Inderdaad. En daar heeft men een trainer gekend die ik ook heel goed kende. Paul Put. Paul Put, klopt. Ja. Ja. Had jij die ook goed gekend? Ik heb die goed gekend. Ah, ja. Ja. Die heeft een tijd... Hij is begonnen eigenlijk met Tubaatje Borgerhout. Ah, ja, klopt. En mijn grootvader was daar eigenlijk de scout. En die heeft Paul Put zo'n beetje binnengebracht. En ik speelde toen in die tijd ook in vierde klas bij Vorslaar. En Tubaatje Vorslaar was altijd zo. Ja. Dus ik kende Paul Put heel goed. Want je vroeg dikwijls om mij de opstelling van onze ploeg als hij tegen ons speelde. Maar ik zeg, dat kon ik niet geven. En terecht, maar... Zeg, met dat lang haar. En in een tijd ook, tegen mij zei de trainers dan ook van... je moet de haar afknippen, want daar speelde niet meer mee. Ja. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar eigenlijk, klopt. Maar ik kwam met tweede provinciaal. Ik kwam dan terecht in tweede klasse. En dat was toen Jacques Drees, de trainer bij Tielen. Want die moest het eigenlijk overbrengen van Achille Janssens van de Nijsboer. Die wou geen spelers met lange haren. Geen rockers. Nee, dat kwam het eigenlijk op. Nee, dat werd ook zo voor. Dat was een voorbereidingsmatch. En voor die match zegt hij, die jongens met hun lange haren.
tegen volgende week haar laten knippen of je moet niet terugkomen. Ja. Zeg, wat bedoelde je met lang haar? Was dat echt zo tot op een schouder of nog langer? Of iets langer zelfs, ja. Ik had dat echt zo achteruit in de staart. Een staartje ook, hè? Ja, van voilà, ik ken dat, hè. Ja. Ja. Je van die mannen je staartjes dragen, hè. Ja. Ja. Een echte rocker toen? Of? Ja, rocker is groot. Ja, niet echt rocker. Ik was wel iemand die meer van een alternatieve muziek was. Maar dat was nu niet per se rocker zijnde, maar ja, wel het alternatieve. Ja. Zeg, maar je doet dat dan toch maar. Hey, want je hebt dan schrik, of wat? Ah ja, tuurlijk. Hey? Ja. Tuurlijk, ja. Want, maar dat was zelfs toen Jos van Eck. Die kwam uit Bollen in België, maar die had 6, 7, 8 jaar in Nederland in de eerste klasse gespeeld. Dus dat was toch iemand die ook al iets had bewezen. En die, ja, die heeft juist hetzelfde moeten ondergaan. Ze. Die heeft ze niet heel kort laten knippen, maar die heeft er toch ook een stuk afgedaan. Ja, dus en iedereen deed dat echt ook. Ja, ja, want ja, wat zal je zeggen, die helemaal, hey, ja, voert, ik doe dat niet. Nee. En wel, ik heb het niet gedaan toen. Maar ik stond er ook niet in. Ja, voor mij was dat ook nog een heel nieuw avontuur, hè, want ik kwam uiteindelijk uit provinciaal. Dus voor hetzelfde geld kon ik ook niet slagen in Telen, in tweede klas. En ik heb er ook trouwens een tijd op de bank gezeten. Iets dan, allee, langs de ene kant normaal is, maar... Een beetje het geluk gehad. De ploeg stond van achter. De trainer moest vertrekken. Walter Mees werd toen trainer. Een half jaar van Tiel. En die heeft mij in de ploeg gedropt. En toen was vertrokken. En toen waren we vertrokken. Ja. Dat geluk, tegen, moet, dat geluk moet ook hebben. Hè. Heb ik ook eens niet de half finale gespeeld en zo van de beker van België? Ja, dat was met Paul Put. Ah ja, met Paul Put. Dat was het jaar daarop. En wij hier in het Cupke de half finale tegen Anderlecht. Oh, hier in het Cupke. Oh god, wist jij dat? Ja. In het Cupken, ik was wel tegen Anderlecht, dat wist ik wel. Ja, maar oei, ja, wel hier gespeeld, ja. Oei, toen had je al een band eigenlijk hier met het eigenlijk wel, ja. Oh, en de kleuren ook al, hè, geel en blauw. Ja, van Tielen, dus... Ja, we hebben dat hier gespeeld. Oh ja. Zeg, Sven, je komt van tweede provinciaal gegaan naar tweede klas. Ja. Dat is een verschil. Wat was het grootste verschil voor u? Want je bent altijd wel fysiek sterk geweest, misschien dat al een beetje... Ja, toch de intensiteit, hè. Je komt dan uiteindelijk van 2 trainingen in de week, hè, een match shotten, allee, voetballen. Hè. Shotten, natuurlijk. En dan zeker ook die voorbereiding, dat was heel pittig. Langs de ene kant moet ik wel zeggen dat ik verteer dat wel redelijk goed. Ja. Ja, toch wel. Wat dan een goede motor gaat ook, hè. Ja. Dus, En ja, ik ben ook altijd een speler geweest die niet de dribbles maakte, maar die alleen meer in, allee, ofwel van de Vista of in een tijd elke verder tikte. En ja, dat ging. Heb je altijd op je linkerflank gestaan? Of, ja. Of, ja. Bij Beersel in het tweede provinciaal heb ik eens een half jaar rechts gestaan. Ja, rechtse flank dan. Hè. Ah ja, oké. Okay. Ja. Ja. Maar meestal eigenlijk linkse flank altijd. Ja, dus eigenlijk al van in de jeugd. Ja, van in de jeugd. De positie gespeeld. Ja. Zeg, van Tielen, dan ga ik naar KV Mechelen. KV Mechelen, dat klopt. Ja. Daar heb je niet zoveel gespeeld, denk ik. Of? Nee, daar heb ik de bank warm gehouden in KV Mechelen. Jammer genoeg. Maar ja, ik tekende voor 5 jaar een contract bij Mechelen voor eerste klasse toen nog. Dat toen nog de goede tijd? Nee, je weet wat ik wil zeggen. Hè? Ja, nee, je hebt sowieso een tijd Europees. Ja, nee. Dat was erna. Ja. Maar dan, ik was een eerste transfer dat ze deden toen. Omdat we toen ook die bekercampagne met Tielen hebben Mechelen uitgeschakeld. Ah, ja. En dan ook Lier uitgeschakeld, die dat jaar kampioen speelde. Ah, ja. En ik heb mijn eigen toen in de kijker gespeeld. Ja. En dan teken ik al rond kerstmis, denk ik. Hè, mijn 5-jarig contract bij de KV. En dan winnen die geen match meer in de tweede ronde. Die zakken af. Oh, tweede klasse. Mijn contract werd er een van 5 jaar naar 1 jaar met 2 jaar optie. De trainer moest vertrekken. Frankie Verkouter werd dan hoofdtrainer. En ja, die had vooral zijn zinnen gezet op de eigen jeugd, omdat hij ook uit de jeugdwerking kwam bij Mechelen. Heeft hij toen 5, 6 spelers uit de jeugd meegenomen. En ja, die mannen moesten spelen. Hè. En ik heb eigenlijk nooit een eerlijke kans gehad. Nee, dus dat is wel jammer. Ja. Ja. Dat raakt dus precies nog wel. Hè? Als je zo zegt, je hebt nooit geen eerlijke kans gehad. Nee, want je zet toch... Allee, op die moment zijn je dan je carrière onttimmeren. Uh-huh. En voor hetzelfde geld wordt daar je carrière volledig gebroken. Hè? Uh-huh. Ja. Dan, heb ik ook het geluk gehad dat Paul Put mij na dat seizoen bij Mechelen opbelde. Voor te zeggen dat hij naar Geel ging. En dat hij daar een heel nieuwe ploeg ging bouwen. Of dat ik dat deel wou uitmaken. Uh-huh. En voilà. Dus op zich is het eigenlijk nog... Is dat heel goed uitgedragen? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Sowieso. Ah, ja. Maar allee, voor hetzelfde geval. Want ik moest nog de laatste dag voor de wintertransfer bij Verkouter komen toen. En hij zegt van, ik zou graag hebben dat je na 10
nog een half jaar gaan meespelen. Oei. En waar speelde die toen? Dat was derde nationaal of zo. Allee, het was in ieder geval toch wel derde of vierde. Ik zal mijn seizoen hier wel uitdoen en dan hopen dat we... Ja. Heb je dat zo schoon gezegd? Ik zal mijn seizoen hier maar uitdoen. Nee, dat heb ik zo niet gezegd. Ik heb dat toen ook niet veel op gezegd. Ik heb gewoon, je hebt gezegd voort. Ja. Ik heb dat gedacht. Ik zal het zo. Voilà, ik was niet iemand die heel vlug ging roepen. Ik heb dat trouwens nooit niet gedaan. Maar, Kan een chef eigenlijk wel kwaad worden? Op een veld wel. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Want dat zeiden ook de kameraden, die verschoten er wel soms van als ze mij op een veld bezig zagen. Een heel andere was dan naast het veld. Op het moment, jij doet dat truikje aan. Ja. En Jeff en je komt op die groene mat bij wijze van zeggen. En ja, dan willen winnen. Hè. Ja, zo moet het eigenlijk ook. Ja. Ik vind dat wel. Ja, ik vind dat ook. Dat is eigenlijk de beste mentaliteit die je kunt hebben. Denk ik op het veld, de winnaarsmentaliteit en daarnaast gewoon... Ik denk dat Jan Keulemans dat ook nog eens gewoon verwoord heeft. Van, dan mochten we de laatste minuut 4-0 achter staan, dan ging ik er nog altijd voor. Ja, ja. Ja. Dat je die match nog kon winnen, precies. Maar ja, dat is nu eenmaal zo. Dus. Dat is ook een mentaliteit dat de supporters graag zien. Hè. Ja. Ja. Zo'n spelers, hè. Dat is waar. Hè. Ja, zeker en vast. Die in zijn kopje het verneer legt. Ja. 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 Nou, daar kunnen we nooit iets verkeerd bij doen met supporters, denk ik. Nee. Als ze zien dat je er vervicht hebt... Dan kunnen nog een minder match spelen, maar als ze zien dat je moeite doet... Voilà, dan dat is zo, wordt dat ook nog wel geapprecieerd. Ja. Paul Put, neem u dat mee. Je had inderdaad geel, eerste klas. 34 matchen, 6 goals, 6 assists. Ja. Dat is niet slecht, hè? Nee. Want het eerste jaar. Eerste jaar, eerste klas. Eigenlijk, mijn ploeg die afzakt. Ja, mijn ploeg die afzakt. Ik denk, Jeff heeft zich daar in de kijker gespeeld ook, hè? Ja, toch wel, ja. En ik had toen wel wat aanbiedingen, ook uit Nederland. Ja. En wat Belgische clubs, maar voor mij was toen... En dan kies jij voor KVC Westerlo. Ja, dat was voor mij toen de logische stap. Hè, van, en voor wat dan? Ja, eerst en vooral Jan Keulemans, trainer. Okay, ja. Hè, had jij gepraat toen met de cash? Dat is wel eens gepraat geweest. Ja. Voilà. En ook de mentaliteit, hè, ondanks dat Geel en Westerlo vijanden zijn. kunnen de mentaliteit wel... is dat de Kempische mentaliteit, gewoon de familiale sfeer. Had ik ook in Geel en voilà, ik had dat in Tielen ook. Dat zijn zo dingen dat voor mij wel belangrijk zijn om goed te kunnen presteren. Je bent nooit veruit geweken, ook niet, hè? Nee. Van uw woonplaats dan? Hè? Ja. Ik bedoel, Mechelen kortbij, Geel, Westerlo. Tielen. Ja. Tielen, dus dat is wel... Altijd in de buurt geweest. Dat gaat niet veel horen bij spelerscarrières. Nee. Maar dat was ook iets dat meespeelde aan mij. Ik was nog wel een honkvaste in mijn dorpje en ik heb een hele echte vriendengroep. En dat zijn dingen die altijd meegespeeld hebben. Hè. Dat ik niet te ver weg was van die mannen en van familie natuurlijk ook. Ja. Maar mijn vrienden waren toch ook heel belangrijk. En je hebt 1 seizoen in Geel geschot? Man. Twee. 2 seizoenen? Ja, één jaar tweede klas. En zijn we in de eindronde dus naar eerste gegaan. Klas gegaan. En dan één jaar eerste dat we dan terug gedegradeerd zijn. Ja. Maar dat voor mij persoonlijk wel een goed jaar was. Ja. 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 Als je nu in Geel zit, dat stadion, dat blijft dat zo maar... Zo verkommeren eigenlijk, ja. Erg, hè? Ja, ik denk speelt dat, de Jong Genk, hè? Speel je dat niet? Tegenwoordig speelt dat niet? Ja, ik denk dat Jong Genk speelt de Leunen. Ja, echt waar. Ah, dat wist ik ook niet. Jawel, ik heb... je mag me doodschieten, maar ik dacht dat wel. Ja. Oh, dat kan ze, dat kan. Ja, maar dat is een schoon... Ja, pas op. Zwaar, maar ze waren zo'n building ontzetten, zo. Wat ging dat worden? Een hotel of zo? Een hotel kan ook zo'n beetje. En dat prijs, blijft dan, ik rijd dat voor het werk altijd voorbij, elke dag. Ja, dat blijft dan zo staan. Dat is wacht tot dat gaat instorten of zo. Ja, ik denk het. Dan gaan ze opkasten. Dan gooi je er al geen bomen op. En, wat is dat? Zal het gaan zien volgende week. Ja, jongen, en dan is Westerlo. Hè. Ja. En 391 matchen. Voor KWC Westerlo. Dat kan tellen. Dat kan tellen. Hè. Als je dan weet dat de Wouter, Korsjes, staat op de tweede plaats met 222 matchen. Ja, chef, dat gaat nooit niet verbroken worden. Hè, meer, hè. Ik gaat altijd Mr. Westerlo blijven. Hè. Besefte je dat? Het mag. Allee, misschien gekopen dat er iemand ooit gaat zijn die... Ja, maar dat kan niet. Nee, ik denk dat in deze tijd... Nee. Het zijn geen honkvaste jongens meer. Hè. Nee. En dat was bij mij ook altijd zo, als ik einde contract was in Westerlo, maar ik had denk mijn eerste contract was voor 5 jaar. Ik denk dat ik dan nog eens een keer voor 3 jaar mijn jaar optie of zo. Direct zo. Dat waren direct langer al contracten. En ik had ook altijd zoiets van, ik ga eerst met Westerlo praten en dan zien we wel. Hè, want dat waren
andere ploegen ook nog wel geïnteresseerd, ja, altijd. Maar dan, als ik met Westerlo overeenkwam, ik was content. Ja. Dan, En nooit geen spijt aan gehad dat je ergens anders dan hebt getekend? Of, ik weet niet, in het buitenland nog? Holland of zo? Ja, nee, uiteindelijk niet. Nee. In het begin had ik zoiets van, als ik nog speelde, van Nederland zou ik wel eens graag gaan voetballen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk nu, ik heb altijd gekozen voor Westerlo. En had je een aanbieding van NAC Breda gehad, denk ik? NAC Breda was ook. Dat is nog wel meevallen. NAC Breda, Willem II en zo, was er nog in het begin bij. Ja. Die club zo inderdaad, zo vlak over de grens. Niet te wijd. En nog een Engelsen ook, heb ik. Hè? Ja, dat was maar dat is zo'n heel raar verhaal. Hè. Dus Portsmouth, die scouts, dat was na een match ook met Geel toen. In de trainingslokaal zaten zo 2-3 scouts van Portsmouth. En dat was dan nu tekenen. Met zo'n lange frak aan. Met een lange frak. Juist, hè? Dus, maar ja, dat was toen tweede klasse. Maar die zijn iets later en die wel eens naar eerste klasse. Ja. Dat wel. Maar nooit die hebben zelfs een bekerfinaal gespeeld, denk ik. Of beker gewonnen misschien wel. Dat weet ik niet, maar die hebben toch wel eens... Zeg, maar wat was uw reactie toen? Want als ze zeggen, hier, tekenen en je mocht... Ik had nog geen volledig seizoen in eerste klasse gespeeld, dus ik had zoiets van, mannen, let het allemaal zo. Ik wel eens zien dat ik hier mijn plank kan trekken en dan zien we wel verder. Maar zo heel vlucht dingen beslissen, nee, dat was ook niet van mij. Maar dat is wel super nuchter gereageerd eigenlijk. Hè? Want ik denk als je dat bij veel jong gasten zou doen, van mannen, je kunt naar Engeland. Ja. Ik denk, meer dan 5 op 10 zou getekend misschien hebben, denk ik. Typeert ook een beetje de chef, denk ik. Zo heel rustig blijven, toch wel zo over nadenken. Toch wel. Ja, zeker, zeker als het over zo'n dingen ging, sowieso. Ja. Dat zou ook wel raar zijn, denk ik. Mannen met een lange jas en zo. Ja, wie weet, waar kwam ik terecht? Ja. Hij is een lange frak nog niet opgetrokken. Nee. Okay. Toen was ik al weg, denk ik. Dat is even Oeps. Het ging toen heel rap. Zeg, wat ik ook altijd interessant vind, ik weet niet wat jij interessant vindt, Tom, maar de nummer waar je mee speelde, heeft dat een bepaalde betekenis gehad? Want je had altijd nummer 18 gehad, hè? Ja. Ik heb geen nummer gevraagd. Ah, nee. Want ik heb daarvoor meestal met nummer 11 gespeeld. Dan. Ah ja, 11 is Ryan Giggs. Ja, de Ryan Giggs. Ja, komt hij terug. Maar ik kwam in Westerlo en zei, hij is nummer 18. Ik zeg, dat is goed. Zie je? Is goed, hè? Wie heeft de val die gegeven? Ja, dat weet ik niet. Maar wel helemaal tand was zeker die begin. Allee, die eerste jaar in Westerlo, meestal nu, dan truiken op maat. Ik wou het juist zeggen. De chef, dus de truiken was altijd zo... eigenlijk wel. Ja, dat is juist, Dat werd toen geen rekening. Nee. Onder een bal aan het... Die broeken waren te groot, want ik had dan ook niet de dikste benen. Dat vond ik altijd wel heel ambetant. Dat is geen met de oud opviel bij de chef. Chef, het truiken is te groot. Ja, maar dat is de story of my lifetime. Want als ik was in de jeugd ook altijd een heel klein manneke. Ja. Ik heb pas op mijn 16 jaar zo een scheut, zoals ik nu ben gekregen. Maar in de jeugd was dat juist hetzelfde. Mijn mouwen die kwamen tot hier. En dan leef ik daar op dat plein. Maar het heeft u toch niet verwouwen om goede prestaties te leveren? Nee, helemaal niet. Nummer 18, dat was toen al misschien een hoger nummer. Voor iemand die in een basis stond. Hè. Nu tegenwoordig hebben ze allemaal nummer 50 en nummer... Ze kiezen een nummer die ze zelf willen van het korte jaar. Het is daarmee dat ik al denk. Van, soms wordt dat gekozen van bepaalde betekenis. Bij mij was dat gewoon de nummer die over was. Geef hem maar. De nummer die over was. Wat is eigenlijk de beste speler waar jij ooit hebt mee samengespeeld? Dat is een heel moeilijke vraag, vind ik. Want ik heb, als je 12 jaar hebt gezeten, dat heb je er heel veel zien passeren. Maar dat je zegt van, wow. Nabil Diraar. Dat was zoiets. Ik weet nog, dat was in de voorbereiding. En dat was denk ik het eerste jaar dat Nelleputten is trainer werd hier. Mm-hmm. Maar ik had toen al... Ik had nog een reis... ik ging nog op reis gaan. En dat was... Dat viel in de... Niet Ibiza, hè? Dat is nog iets anders. Dat was het toernooi in Ibiza. We bieden nog over hem. Dus, maar ik ging eigenlijk de eerste week van de voorbereiding, had ik die reis nog geboekt. Dus ik heb die dan ook mogen gaan. Ik ben dan ook naartoe mogen gaan. En dan had ik nog contact met Nico. En toen zei Nico al tegen mij van... we hebben ze nu hier binnengehaald. En dat was toen Nabil. Die kwam toen van Diegem of zo. Ja, van Diegem, derde klas. Ja. 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 Want je hebt hier eerst een seizoen gespeeld en dan hap. Ja. Dan op Brugge, zeker? Brugge. Is in Brugge gegaan? Dan Monaco. Monaco en zo. Ja. Was, ja. Fenerbahce nog. Ja.
Allee, dat was een prachtige voetballer. Alleen, ja, dat was ook geen goalenmaker. En ja, assisten was dan ook niet... Als je zijn statistiek had zien, misschien... Iets minder. Iets minder, maar qua voetbal, techniek en voetbal... Ja, dat was... Ja. En dan, ja, Zelenka was ook... ja, dat was ook zo'n speler die je ook niet vergeet, natuurlijk. Hè. Ja, want je hebt ooit eens in de krant je elftal gegeven. Ja. Van de spelers waar je ooit mee samengespeeld hebt, je beste elftal. Ja. Ken dan nog dat elftal? Ik ben eens curieus. Nee, ik denk dat ik dat niet ken. Ik ben een deeltje in de goal. Hè. Ja, dat is juist. Ja. Dat... Je kunt 11 punten scoren. Dus, de Markschaas zal er ook staan te merken. Ja, ja. De Mark op rechts. Ja. Op rechts. Dan... Ja, ik weet niet, heb ik mijn eigen doel links een bak gezet? Je hebt, ja, dat stond in de krant ook. Je hebt je eigen links een bak gezet, anders zou er niet ingestaan. Er zijn geen links een bak, joh. Kom, joh. Centraal van achter zal Nico staan, denk ik. Nico van Kerkhoven. Juist. En wie heb ik dan naast gezet? Dat is moeilijker, denk ik. In de verdediging. Moet ik het... Ja. Rudy Janssens. Rudy was eigenlijk meer de middenvelder, maar dat was ook misschien wat plaats te maken in de middenvelder. Ja, ja. Zelenka staat in het middenveld. Ik denk, staat Dirarni op rechts of op links? Ja, ja, op links. Ja. Op links en dan op rechts. Wie heb ik op rechts? Je had nog centraal naast Zelenka ook nog iemand staan, natuurlijk. Helaas niet lang kunnen shotten. Bart Willemsen. Ja. Ja, klopt. En naar rechts heb ik de Bruls op rechts gezet. Of, dat staat bij Bruls of... Heb je nog met een Bruls gespeeld? Joh. Ja, Christian heeft nog gespeeld. Ik zal een tip geven. Hij ook bij Anderlecht gestaan. Dus Jakovenko. Ja, Jakovenko juist. Ja. En dan Van Veur heb ik dat gezet? Bronjoker zal dat wel staan. Ja. En dan is het nog een moeilijke, hè, van Spits. Dan terughangende zo achter Bronjo een beetje. Zo. Een fenomenale trap ook. Maar ik ben ook aan het denken. Ja, nou, wacht, hè, want dat zit ver naast. Coelho. Ja. Dat was ook wel, als je die papier staat, dat is wel een... Ja, voilà, kijk, de beste wat je mee gespeeld hebt, ja, dan heb ik wel, ja. En, dan heb je nog de Sumdu, die staat er dan zelfs niet in. En een trainer had ook gezet. De Kaje. Ja, stond er ook bij, ja. Ja. Dat is gewoon een elftal. Dat kun je al eens mee uitpakken, vind ik. Hè. Ja, dat vind ik ook wel. Dat ik dan mag tussenstaan, dan ben ik eigenlijk vier op. Ja, meneer, dat is zo. Ja. Ja, sowieso. Goeie ploeg, sowieso. Ja. Dus, ja. In Westerlo, ja. 12 jaar, dan kun je al iets meegemaakt. Ja. Wat was de schoonste herinnering dat je zo van die 12 jaar... Ja, verschillende, hè. Natuurlijk. Ja, de bekerfinale kunnen winnen. Dat, hè. Ik denk zelfs dat je... Ik weet niet. Wesley Song dat wordt eens niet gezegd dat hij een bekerfinale nooit niet gewonnen heeft in België. Ja, dat kan wel. Ik denk dat er zo spelers zijn dat je zegt van, amai... Ja. Die hebben dat niet gewonnen. En jij kunt zeggen van, kijk... Ja, ja. En ik heb zelfs een goal gemaakt. Hè, want, ja. Ja, dat blijft legend. Dat blijft natuurlijk legend. Hè. Dat geluk heb ik dan ook nog gehad. Hè. Dat is het ook nog. Ja, ja, voilà. Hè, want uiteindelijk hebben we ook nog tegen de paal... die match de Vedra nog tegen de paal geschoten. Ja. En zo, ja. En Lommel had even ook in de score. Ja, ja, ja. Dus, dat had alle kanten uitgekregen. Een pas van de Mark. Ja. Heb, ja. En dan heb ze een tiener tegen. Ja, dat was een twijfel tussen de keeper en de verdediger. Hè. Ja, ja. En dan, ja. Legendarisch. Als je dat nu... Dat is gewoon legendarisch, hè, man. Dat is legendarisch, hè? Ja. En wat je hebt ook veel gezegd, je hebt wel meer... die tweede bekerfinale heb je meer beleefd. Intenser beleefd, omdat dat naar het einde van mijn carrière toe was, denk ik dan, dat je dat meer beleefd hebt, ondanks dat je dan verloren hebt. Maar ja, als je kunt zeggen dat je hem ook gewonnen hebt, dan... ja, dat is het summum. Gewonnen, gescoord. Allee, zeker voor een club als Westerlo zijn, was dat het hoogst haalbare, denk ik. Was ook een heel atypische bekerfinale toen, hè? Westerlo-Lommel. Ja. De kleine Lommel finale was zeker, hè? Voor zij is dat. De kleine finale was. Dan, ik begrijp dat wel, hè, want het stadion zat natuurlijk niet vol, maar als je in de finale staat, dan heb je dat verdiend van daar te staan. Ja. Want was toen Lommel, was dat eerst? Dat was tweede klas. Die zijn toen kampioen. Die zijn kampioen. Ja, maar dat was tweede klas toen nog. Hè? Ja. Ja, dat is juist. Dat was tweede klas. Die waren al kampioen dan. En dan hebben die natuurlijk nog die finale kunnen spelen. Ja. En eigenlijk het parcours van Lommel was eigenlijk nog schunder dan dat wij hebben moeten afleggen, natuurlijk. Hè. Dat geloof ik. Die hebben een paar grote ploegen uitgeschakeld. Bij ons was de moeilijkste ploeg Beerschot, denk ik, toen op die moment. Ja. Maar ja, dan nog. Als je die finale staat, verdien dan van te staan. En dat het dan een kleine of een grote finale is, het is gewoon een finale. Scores weg naar Europa, zei het Kaji. Ja, dat is ook zo. Wat is het? 4-5 matchen? Dat komt altijd per match maar op aan, eigenlijk. Ja. Ja. Ja.
Maar nee, ik vind, ik moet zeggen persoonlijk, allee, ik ben natuurlijk ook groot Westerlo-fan, maar als dan het monument die hem, allee, hè, die goal scoort, dat is toch wel geweldig. Ja. Allee, dat blijft toch heel je leven bij. Nu, ja, dat, dan neem je mee. Dat is toch gewoon, hè? Dat is, allee, ja. Dat is geweldig. Ja, dat is inderdaad geweldig. Maar oh. Ik heb op die 12 jaar echt wel nog heel veel schone momenten meegemaakt. Ja. Dus. Ja, ja. Ja. Een keer 4 keer gescoord. Jawel. Zoiets, ja, dat is nog zoiets. Als je geen goalmaker zijn, dan zal ik maar zeggen. Als je dan op moest kroon 4-0 gaat winnen. Maar stond je toen links en back? Nee, toen stond ik links midden. Ja. Maar dan nog? Ja, ja, dat is links midden. Ja, maar dat is zo, maar wie kan hij 4 keer scoren? Ja, ik mocht met mijn ogen toen naar de goalshotten toen die bal die waren eigenlijk ja, dat waren alleen 4 schoon goal nog ja. En mijn Kroen is altijd moeilijk geweest hè, van Westerlo hè. Ik ging nou wel graag voetballen met Kroen. Ja? Van een gezellig stadion. Een kanonier. Ja. Ja. Ja, en die hebben ook al die naalmengde, dat was altijd sfeer ook zo. Allee, als het goed ging natuurlijk hè. Maar die Waalse ploeg hebben dat wel hè, die zo'n aanhang die dat is waar hè. Ja. De beste rechtsachter waar je ooit tegen geschot hebt. Waar had het altijd moeilijk tegen? Is een rechtsachter? De rechtsachter pakt. Jij als links-midden, links-dingen. Alleen stel, je komt toch dikwijls om die rechtse flank doorheen tegen. Hè? Ja. Het is de speler waar je het meeste tegen gespeeld hebt, is eigenlijk een rechtsachter. Hans Cornelis, die je dikwijls tegenkomen. Ja. En de Stijn Vreven ook is alle sterren van de wereld gezien. Hè? Ja. Nee? Dat klopt. De Indianen. Had ik, ja, voilà. Ja, nog als Jonk Feng, als Jonk Hasjenik en dan toch in vorm. En dan, als je dan... En want de Vreven die stond gekend als... Ja, tuurlijk. Oei, jong. Ja. Die ging er, hè? Ja. Jongen, pas op. Ik heb er wel tegen afgezien, maar... Uh-huh. Maar die had even... Die heb ik toen... die was niet gelukkig na de match. Als dan ook nog... ik denk dat Joske Willems was of zo, van RTV. De Jos vroeg van... Nu kent u ook chef Delen. Die kon dan niet meer lachen met die vraag. En dingen... Jan Verlinde, daar heb ik ook nog mee samengespeeld. In Mechelen dan. Maar daar heb ik daarna ook nog eens een paar keer tegenstaan. Dat was ook zo... Dat was niet met een type van... Dat ik graag tegenstond. Ja. En wat was... Welk type... Ik had liever een grotere struizer. Minder wendbaar. Minder wendbaar dan zo een beetje hetzelfde type als ik. Dat waren wel gewoon de welkens dan waarschijnlijk. Dat waren de welkens, zo twee van die pittige mannen tegenin, dat is altijd... Ja, dat is op een gegeven moment op RTV ook nog eens uitgelicht geweest. Dat was het jaar dat we met Geel nog eerste waren gegaan en Mechelen ook nog eerste. Dan hebben ze op een gegeven moment nog eens uitgelicht dat ik tegen Jan Verlinde zo duel in duel... op RTV toen. Ja. Dat waren nog wel schoon beelden. Ja, dat zal wel, ja. Schoon duels en zo. Ja. Hè. Dat is, Nu, Hans Cornelis, die is er veel tegenkomen, omdat hij ook bij Genk dan en bij Cercle Brugge dan, of wat? Club Brugge, ja. Ik heb ook gezocht tegen welke rechtsachter het met het meeste gespeeld. Je kunt dat tegenwoordig allemaal opzoeken. Doe je dat zo, Peter? Ja. Nee, dus ja. Nee. Dus Jens Cornelis, ja. Dat was ik... Er zijn er heel veel gepasseerd, maar... Ik was er zelf eigenlijk... Ook niet mee bezig. Niet mee bezig, nee. Nee. Gewoon up, chef, doet zijn truiken aan, speelt zijn match. Ja, ik ga proberen van mijn eigen sterkte uit te gaan. En dan mag dat tegen Ian der Wee zijn dat je staat. Dan moet ik eerlijk zeggen, sinds dat de chef gestopt is... 2012. Het heeft lang geduurd. Je hebt nog eens een goede linksachter. Sorry dat ik het zeg. Hè. Ja, klopt. Ja, Maxim de Kuiper. Ja, maar. Heb je ook een paar keer zien spelen? Ja, ik heb hem al een paar keer bij gezien. En ik ben niet verlegen om te zeggen dat hij beter was dan ik op die linksachter. Ja, nee, maar het heeft... Dat is een talent en hij bewijst het nu ook. Ja, Bruggen is makkelijk goed bezig. Sowieso. Ik snap nog altijd niet dat Tedesco zijn derde keuze is op zijn linksachter. Maar maar... Oké, misschien verdediging, maar ja, zwart. Ik denk dat van Maxime nog wel... Maar dat is toch... Op al die jaren, elke jaar werd er een nieuwe linksachter gekocht. Dat is... Ja. Iedereen was altijd... En chef, hè? Nee, en ik was eigenlijk geen linksachter, hè. Nee, maar ja. Hè? Want ik heb uiteindelijk 6 jaar nog, denk ik, linksachter gespeeld. Mm-hmm. Ongeveer. Terwijl
ik persoonlijk nog altijd mijn beste positie, links. Allee, ja, links de flank, laten we zeggen. Maar stond jij met Nico van Kerk of op de flank? De Nico stond centraal meestal. Hè. Ah, oké. Okay. Ja. Tijdens ja. loopbaan. Ja, ja, voilà. Ik heb meer... Nico altijd naast mij gestaan. Hè. Ah, oké. Okay. Ja. 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 Ik heb onder Nico, samen met Nico altijd links achter gespeeld. Ja. En dan, ik heb nog samen met Bernd was ook Bernd, klikte ook wel te veel. Ja, ja, ja. Als ik links midden en een Bernd dan links achter, dat was ook een goede wisselwerking. Ja, ja. Ja. Heel schoon periodes gehad. Ja. En mijn ma ook altijd bijbleef. En ik heb dat per toeval in de week nog eens een filmpje van gezien. Dat was dan van Sam Titter van op Play Sports, dat denk ik. Ja. Hij had u gevraagd, ook Kenny Thompson had hij gevraagd voor nog eens het trendje te doen. Kun jij dat nog? Het trendje na de match, als ze gewonnen hadden. Allee, Tom, laat ik aan. Laat eens zien wat jij dat kunt. Hier op tafel of wat? Een beetje banden en voeten. Hey, dat ga je allemaal, joh. Ja, Jeff kan overal aan het trainen. Dat was heel plezant, ja. Wie heeft dat verzonnen, dat treintje? Want dat is ook zoiets. Ja, dat was al ook voordat ik kwam. Dus, ja? Ik denk dat dat iets is dat al, ik weet niet, meegekomen is uit de tweede klasse toen, als ze naar eerste gingen of zo. Oké. Okay. Want dat bestond al als ik hier kwam toen. Ah, ik dacht dat jij echt zo een van de grondleggers was. Nee. Ja, en ja, is dat in de tijd met Bronjoken en zo. Hè? Ja. Of is dat, ja. Ja, dat moet precies opzoeken. Die is gewoon opzoeken. Hè. Wie met die trein begon. Misschien een onvallige vraag. Die gaat dat misschien nog wel weten. Vallig kan dat misschien weten. Maar de trein bestond toch al. Hè? Als ik, ik moest gewoon mijn wagonnetje aan. Je hebt hem geperfectioneerd. Ik ben dan ook 6 jaar kapitein geweest. En, ah, ja. Als kapitein zijn, ging dan ook... Ik ben altijd opgeschoven, wagonnetje, en dan totdat ik de locomotief was. En iedereen deed mee ook, hè? Ja, tuurlijk. Dat was geweldig, hè. Langs de spionkop, ja, die zaten toen... Die stonden toen nog aan de zijkant. Ja. Ja, want als je zo vedette, want Nico van Kerkhof, die komt dan naar Westerlo. Zo. Ja. En Nico, zeg, doe jij mee trendje na de match? Ja. Je werd verteld, zei, dat zou wel zijn, jongen. Ja, nee, maar je deed dat ook al helemaal als gewonnen, natuurlijk. Ja, ja. Maar dan zitten in die euforie en dan, ja, voilà. Dan sommigen die doen, dan eigenlijk op een gegeven moment een handje klap geweest. Ja. Of nog nu. Dat zit allemaal samen. Cupke was dat allemaal samen, dus in een tijd was dat drinken. Maar dan zie je ook wel dat die groep heel hard om elkaar ging. Ook, hè? Ja. Ja. Dat is ook altijd de sterkte geweest, vind ik, in Westerlo. Dat was een echte groep. Ja. Die echte groep, dat was echt na het seizoen. Hè? We're going to Ibiza. Voilà, hè. Dus als je de toernooien moest gaan spelen in Ibiza, is altijd zwaar. Hè, Ik ben dan een keer aan chance. Ik ben dan pas later, dus ik heb geen toernooi met hem eigen shot in Ibiza. Okay. Ik ben direct mee even het plezier kunnen doen. Ah, oké. Okay. Dus dat is eerst waar dat toernooi gaan shotten. Maar hadden dat zo verkocht gehad, zeker. Hè, dat ze in Ibiza een toernooi moesten gaan voetballen. En hey, maar die man had de shotzak. Met een shotzak vertrokken die. Die zijn niet aangekomen met een shotzak. Die hebben die dan. Die vrouw zit die af met de shotzak. Allee, schat. Zo van thuis. Van thuis rond was dat. Ah, okay. Tom. Ik denk zelfs dat er toen naar wat journalisten gebeld is geweest voor een paar uitslagen door te geven. Dat ik toen zo precies opving van die mannen. Te zeggen dat ze het toernooi lagen. En dat ze nog een paar dagen gewoon dan... Beetje rust pakten. Beetje rust pakten. Jongens. Heb je ooit niet in Ibiza op het strand gelegen? Hebben ze dus niet moeten komen? De merkte hij me toen tot aangebroegd. Alleen niet op het strand gelegen voor de zon? Maar, hè? Nee, het was nacht. Dus, het was nacht. Er was geen zon te zien, dus... ik was nooit meer teruggerookt. Ik denk dat ik er nog lag nu. Had de merk maar niet gevonden. vertel eens. Ja, als je Ibiza zegt, is het discotheken, dit en dat. Maar ik ben op die 10 jaar dat ik met Westerlo en daar ben geweest, één keer in een discotheek geweest, voor eens te zien. En dat was het dan ook. Maar we zaten op 200-300 meter van het hotel, was een eerste pub in een bruine kelder. Mm-hmm. En een Dave, waar ik nog altijd contact mee, want ik ben na ondertussen een restaurantje in Zermatt, in de skipist, en er vorig jaar nog gaan skiën. Okay. Dat was een eer. En die baatte dat dan uit met zijn Nederlandse vriendin. En die speelde dan 3 keer op een avond live muziek. Ja, allemaal. En dan We Are The Champions en alles passeren dan goede muziek. En daar zaten we dan met de ploeg. Okay. Ik denk dat ik de eerste 5 jaar niks gezien heb van die bits. Alleen die 200 meter van het hotel naar de eerste pub en terug. Echt? Ja, ofwel over het strand, ofwel over het straat. Ja, het straf was, er zaten alleen maar mannen in die kelder.
Dat durf ik nou niet zeggen. Nee, maar dat zat alles binnen. Maar dat zat alles binnen. Dat werd heel veel plezier gemaakt. Maar ik denk zelf dat dat de eerste avond was dat ik ooit in Ibiza was. Hè. Dat ik mijn eigen wou bewijzen en te veel gedronken. En naast die eerste pub konden ze naar het strand gaan. En, ah ja. Ja, en het verkeerde kant gewoon uitgegaan. Ja, en... Ik had een terugslok, zoals dat ze bij ons zeggen. Een wat? Een terugslok. Een terugslok. Ik kwam er... moest er terug uit. Dat is wel een goed woord, eigenlijk. Ja, een terugslok. Dat zeggen ze bij ons, hè. Een terugslok. Okay. En dan ben ik nog tot op het strand gerokt. En dan ben ik er... Gewoon hap. Hap. Per totaal. Moeten gaan liggen per totaal. En dan heeft de markt mij dat gevonden. En die heeft mij tot op de kamer gebracht. Dus. Hoe wordt nog in Ibiza geweest na carrière? Ik vertrek volgende week. Hap, zeg. Serieus? Ik ga nog elk jaar naar Ibiza. Dat is een keisgewoon eiland, toch? Ja. We gaan de laatste zeven jaar. Ja. Corona nu niet, maar gaan wij altijd naar herfstvakantie. Oh, ja. Meestal als we gaan, ofwel gaan we in mei... Een verlengd weekendje of een dag of 4, 5. Of, maar ik moet dat elk jaar geweest zijn. Tegen, die pub die, of, die bestaan nog altijd? Die bestaan nog, maar dat is geen eerste pub meer. Nee, nee. Nu, als je maar je gaat er nog wel eens zien dan. Zo, ja, bedoel, ja. Nostalgie. Maar dat is niet de charmante kant van Ibiza. Okay. Helemaal niet. Nee, nee. Dat is Playa del Bossa, dus dat is echt puur op het gaan. Ja. Want zelfs het hotel waar we toen sliepen, dat is een van de chicste hotels geworden. Okay. En toen we dat sliepen, als je douchte, dan ging het water... Het kwam bij de onderbeurder uit het plafond. Ik kon mee douchen. Hè? Ik kon mee douchen. Nu is dat de Ushuaia trouwens. Een gekende discotheek hotel in Ibiza. Ah, oké. Okay. Ja, daar was dat dus. En die uitstapjes naar Ibiza, die werden ook een klein beetje gesponsord, denk ik. Hè? Ja, de eerste match van de beker, als we die wonnen, dan betaalde de club al... De vliegtickets en het hotel. En dan, hoe verder dat we geraakten, dan gingen we boven bij de sponsors toch eens een keer horen van mannen. Tuurlijk. Hè? Maar sponsoring en dit en dat. We hebben jaren gehad, dan was geld niet opkrijgen. Dus dan, dan werd het wel. Amai. In Ibiza geld niet opkrijgen. Dan dan, ja. Amai. Ja. En wie beheerde die portefeuille dan? De Rudy? De Danny meestal en dan de Valle en zo. Ah, ja. De Valle ook. De Valle die tapte zelfs mij achter de toog soms in de eerste pub. Als het wat te druk was en we moesten wat te lang wachten. Ja, de Valle op. De Valle, ja, maar niemand mocht dat, maar de Valle die mocht achter een toog mij gaan tappen. Geweldig. Ja. Geweldig. Dus. Toen je gezegd van ik moet elk jaar geweest zijn. Zo. Ja, ik vind dat een geweldig eiland. Gewoon de sfeer die er hangt. Ze zeggen dat ook, hè, als je dat komt, ofwel vul het ofwel vul het niet. Hè. Je hebt dan een rots, de Nesvedra, en dat is een magnetisch veld. En ofwel worden ze aangetrokken. Ik geloof dat niet eens. Hè. Maar ik vertel het wel. Overtuigend, vind ik. Ik kom dat gewoon heel graag. Ja, ik heb nog heel schone herinneringen. Hè, dat ook al. Ja. En zeker toen ik gestopt ben met voetballen. Met mijn vrouw Katrien. Ik heb hem ook direct gezegd, zeg, we gaan naar Ibiza. Okay. En nu doen we dat met gezinnetje, met 3, 4 koppeltjes, met de kindertjes van daar, elk jaar. Ja. Ja, beetje wandelen. Meestal is het nog goed weer ook. Iets lekker eten. En... Groot gelijk. Ja. Meer moet dat niet zijn. Nee. Want vroeger was dat bekend dat we dat gaan zingen, maar eigenlijk is dat alleen een Playa del Bossa. Twee straten of zo. Ja, je hebt zo twee dingen. En als je daar weg blijft... Voilà. Want ik denk zelfs Jan Keulemans ook nog af en toe eens naar Ibiza gaan. Is het echt? Ja, ik denk dat wel. Ah. Dat, ook, dat wist ik niet. Ja? Oké. Okay. Nooit geweest, Peter? Ik heb een foto in mijn fotoalbum. Als ik 6 jaar was, had ik zo'n aap vast in Ibiza. Ja, dat was blijkbaar toen de mode. Ja. Denk okay. Zo, met mijn ouders er naartoe geweest. Zo'n brie broek aan. Ja, zwart. Dat is de eerste keer dat ik in Ibiza ben geweest. De goede tijd, dat ze zeggen. Ja, voilà. Dus, ik vind het echt een aanrader wel. Zo. Ja. Over rust en zo is echt... Ja. Ik ga ook voor de rust, of wat? Nu wel, hè. Nu wel, hè. De mannen gaan naar Ibiza, allemaal voor de rust, hè. Onvoorstelbaar. Ik ben maar 1 keer geweest, dat was met gezinnen en alle. Jongens, toch. Dat is wel. Mijn dochter was toen, denk ik, een jaar of zo. Ze hebben wel te curieus een tijd, een keer met een buggy langs het Playa del Bossa gegaan. Ja, als discotheken bezig. We gaan niet zien. Dus een keer gaan zien, zo. Ja, dus ja. Ja, je moet dat eens gezien hebben, natuurlijk. Ja, dat is wel chique. Ja. Je hebt ooit eens een hotel gereserveerd, noemde Papillon. Ja. Kijk, hij moet direct lachen. Hè. Ja. Ik heb dat van een insider gekregen, dat verhaal. Dat is een deelke zeker, hè? Die heeft een deelke niet verteld. Dirk,
De dokkie. Ja, dat is juist een dokkie. Ja, we hebben dat toen liggen gehad van, je moet dat mij bellen. En dat... Vertel eens. De Villa Papillon. Ja, dat was toen dat we naar de profvoetballer of naar de gouden school gingen. En we gingen dan, we bleven daar dan slapen. We gingen een hotelje boeken en ze zeggen, hier is een nummer, boekt jij een hotelje, dat we dan kunnen blijven slapen. En ze had er niet beter op gevonden dan de nummer van een kabardouche nergens daar in de buurt te geven. En de chef? Dus, het is voor een man of 10 even te reserveren. En wat zei die? Oh, kassa. Kom maar. Komt helemaal af. Hè? Extra personeel opgetrommeld waarschijnlijk. Ja. Maar... En ik ja echt, allee, ik wil maar zeggen, zijn jullie er echt toen naartoe geweest? Nee, uiteindelijk niet. Uiteindelijk vielen we Frank dan? Tuurlijk. Oh, ja. Toen dat ze vertellen van dit. Ah, oké. Okay. Ja, is goed. Eens gaan kijken. Zo, oei. Ik zeg, kan interessant zijn, maar... Ik zeg, als we hier gaan slapen, zullen we niet veel slapen. Ja. Juist. Voilà, dat staat verre weg, dat verhaal. Ja. Ik zei in de week tegen Dirk, de volgende is de chef. Ja. Oh, maar wacht, Jim, ik heb nog een goed verhaal. Voilà. Ik mag niet ontbreken. Hè. Ja, de Dirk is trouwens onze cupido, hè. Dat zullen we misschien ook weten. Hè. Die heeft mij gekoppeld met mijn vrouw. Ja. Oh, echt? Ja, dat heeft hem ook gezegd. Een blind date. Hè. Een blind date gehad. Hey. Ja. Allee, wat dat? Ja. Kijk, alles heeft verbondenheid met Westerlo, met de club. Hè. Hè. Dat is waar. Hè. Ja, zo is het. Maar je bent nog wel blijven shotten. Hè, bij Roddester, Corsica, Beerdel. Toen ik stopte, en dan is er nog een artikel verschenen van delen gaat naar Roddester, Corsica. Dat was een hoofdtitel. En ik weet dat ik nog supporters tegenkwam van Westerlo, die zeiden van, allee, jong, dat jij nog zo ver gaat shotten. Ja. Corsica. Ik zeg, met de Vloisa, je vindt de Vloisa 5 minuten. Die keken zo, ik zeg. Ja, ik had ook zo... Ik zeg het, voor mij was het mentaal puur een kwestie. En zelfs in het provinciaal nog gaan shotten, voor nog een goede cent te verdienen, zelfs dat zag ik ook niet meer zitten. En mijn kameraden die speelden bij Corsica en de veteranen, hè, want ik was een veteraan. Ja. Dus dat was direct gewoon naar daar, even nog een beetje plezier en voor de derde helft. Ja. En tot de 45 heb ik nog... Dat is... Oei, dat is nog maar 2 jaar geleden. Ja. Dat is nog lang, hè. Ja. 47, zeg je. Ik ben 47 tot 2 jaar geleden. Ja. En dan hebben ze mij nog een heel schoon afscheid gegeven, zonder dat ik het wist. Hebben ze dan een avond... geregeld. En allee, als je ziet wat volk dat er toen was op afgekomen. Mm-hmm. Nog mannen van KV Mechelen in de tijd. Amai. En zo van Geel. Dat was gigantisch. Ik moest toen 3 matchen spelen op een avond. Met mijn ploegje wat ik in de jeugd in Beerdel mee gespeeld heb. Dan met mijn oude collega's in de eerste klasse. En dan ook nog met Corsica zelf toen. Amai. Ja. Kapot na die... Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, maar dat was wel... Drie matchen, jongen. Dat toch in die 3 keer... Nee, dat ging ook niet. Maar dat was wel plezant. Je zei dat juist ook nog van... Hè, je gaat ook regelmatig skiën en zo. Hè? Ja. Ik ga elk jaar... Skipistes bouwen in tenten, dat kun je ook, hè? Ski. Niet zo... Dat is met mijn vriendengroep dan. Daar stekt hij ook wel mee uit, hè, met die maal. Ja, dat is een heel echte vriendengroep. En op een gegeven moment had ik het idee van, we gaan elk jaar op weekend. En het was, wat jaar was het? 2006 of zo. En ik zeg, mannen, we gaan in 2016, hè, we hebben nog 10 jaar, gaan we met z'n allen naar Las Vegas. En dus we hebben 10 jaar tijd voor geld in te zamelen voor die reis. God zeg, oh ja. En dan stonden we elk jaar op Beerdeljaarmarkt met een Las Vegas tent. Mm-hmm. En dan hadden we een goede kameraad, die verkleedde zijn eigen als Elvis Presley. Hij zette wel een skihelm op. Dat is geweldig, hè. En dan hadden we zo'n plastieke schuif af, zo, in 2 stukken. Die zetten we dan op de toog. En die tapeten dan wat skilatten rond aan zijn voeten. En dan vuurstokjes. Dan was de bedoeling dat hij ging gaan springen. Hè. Dus, maar ja, dat kwam nooit, die landing die is nooit niet goed gekomen. Hè, maar... En de tent ook bekend in brand en zo? Ja, dat was met Siegfried. Hoe verzonnen jullie dat eigenlijk al? Ja, we hebben een hele creatieve groep, hè, op dat gebied. Wow, ja. Die verhalen, vertel dat eens, maar ik weet niet, ken jij dat verhaal dat een tent bekend in brand heeft gestoken? Ja, dat was een eerste keer en toen hadden we ook nog maar 2 van die witte partytenten tegen elkaar ook geplakt. En dan Siegfried en Roy, dat is ook een show in Las Vegas met die tijger. Met die tijger. We hadden dus een goede kameraad van ons
in zo'n plusje tijgerpak gestoken. En dan hadden we zo'n hoepel die je in brand kunt steken. Hè. Maar ook degene die dat zo wat vuurdingen had ook gedaan, had er iets te veel aan gedaan. Dus dat begon dat te brannen. En ja, dat voor hetzelfde geld. Maar als een tentje, daar niks nodig. Hè? Plus mijn maat in zo'n synthetisch plusje pakje. Ja, juist. Je moet die vragen. Probeer dus luid en hoepel. Hè. Ja. En dat hebben we allemaal voor geld in te zamelen. Maar dat 10 jaar hadden we geld. Dat 10 jaar hadden we geld. Ja, geld. Dan zijn we gerust naar Las Vegas kunnen vertrekken met 17 man. En hebben we echt 10 dagen rondgetrokken. Allee, we hebben niet alleen in Las Vegas gezeten, maar uiteindelijk... En zelfs, daar wordt hem herkend, hè. Is het echt? In Amerika. Dat was op de Empire State in New York. Chef Catrille. In Amerika wordt hem herkend. Ja. Vertel. Ik weet nog dat we waren naar Amerika aan het vliegen en de Bjokke was er dan bij, de schaanspringer. En hij zei tegen mij, zo van, allee, dan kun je eens even gerust naar Amerika gaan. Allee, voor de rest viel dat wel mee. En dit en dat. Hè. En we gingen om 12 uur s'nachts in Empire State op en we stonden zo met twee dikke te genieten van het uitzicht en in één keer horen we achter ons, is dat chef Kdele begonnen. En de Bjokke zei, het is niet waar. Dat kan niet, hè. En dat was Bart Kannaerts. Oh, God. Mij een paar kameraden die dan van hier in allee, supporters van Westerlo. Ja, ja. Ze hebben wel eens 's nachts nog met de foto gegaan. Hallo, joh. Ja, want Bert Kannaerts zei dat vooral ook nog verteld gehad in die ook de slimste mens is gepresenteerd. Ja. En ik ben ook op een gegeven moment een vraag in geweest. Ah ja, oké. Okay. Toen vertelde hem ook dat verhaal dat hij s'nachts op de Empire State nog was tegengekomen. Ja, ik kende Bert ook persoonlijk. En ik zei van dat ik supporter was van Westerlo. En dan zei ik, oh, chef Kdele. Ja. Dat is wat je zei. En dan is nog een vlei jaar zijn hier bij... Die organiseren zo stand-up comedy bij hun thuis in de schuur. Ah ja, bij een dokter. Bij een dokter. En een Bart had ook een jaar geleden of zo ook een try-out komen doen. Ah, ja. Ben ik er ook nog, bij dokter Teugelings. Ja, bij de Teugelings. Ja, ja. Ja. En daar ben ik toen ook eens naartoe gegaan. Ah, oké. Okay. Ik ben er ook nog echt, daarna even nog even bij gestaan. Dat is een supporter van KV Mechelen. Ja. Goed. Mijn puntjes zijn allemaal op, Tom. Ik weet niet of jij er... Ik heb natuurlijk... Dat is gewoon een iPad gekregen. En jij zit nog, hè, een oude stempel. Ik werk ambachtelijk. Ja. Zeg je dan maar. Staat er nog iets in? Even zien, hè, dat ik nog iets... Ik kan dat zo afvinken. Zo. Ik kan dat afvinken. Mijn vinkjes zijn weg. Ik kan ook. Maar je hebt het niet gedaan. Nee, ik heb het niet gedaan. Ik kan u volgen, hè. Zie, jongens. Ik heb, ik had nog één ding staan, Bergjardijn, dat je hier nog even... Ja, klopt, ja. Ah, ja, dat is juist. Ja, okay, een jaar hebben we dat gedaan. Ja. En graag gedaan. Maar uiteindelijk bleef ik nog alleen over van de drie. Daar, hè. We hebben dat met drie, zijn we dat opgestart. En dan... Ik zit niks mee in mijn hart te werken, maar als mijn vrouwke al elk weekend moest inspringen en ik had toen een dochterke van een paar jaar oud, dan hebben we... Moeilijk, hè? Voilà. Ja. Het is wel heel gezellig daar. Ja, ik heb dat heel graag gedaan. Dat was een heel leuke plek. Ja. Zeker en vast. Ja. Ja, dat langer willen doen waarschijnlijk wel. Maar... Ja, hadden we dat iets meer kunnen verdelen terug, dan hadden we dat zeker, had ik dat zeker langer gedaan. Ja. Ja. Ik denk dat dat het eerste was dat ik nog erin sta. De rest heb ik allemaal op mijn iPad kunnen afvinken. Ja, dat is knap. Dat is heel schoon, Tom. Chef, zou je ooit nog eens in een tijdpool teruggaan en nog eens een matchje willen spelen met de mannen van vroeger? Oh. Zeker en vast. Nee? Ja. Want als dan nog eens gevraagd wordt via een of ander afscheid of voor een goed doel, dan doe ik gerust mijn voetbalschoen nog eens aan daarvoor. En dan hopelijk in een truikje, in een medium of een small misschien zelf. Dat kan, hè. Voilà. Moet nog één aanpassend zijn, want ondertussen zijn mijn buikspieren ook al wat uitgezet. Ah, oké. Ja, dat kan je. Het zijn wel ontwikkeld. Eigen traind. Ja, van een orval. Ja, voilà. Goed, oké. Dan eindigt hij hier zeker, Tom. Of jij mocht het laatste woord hebben. Ah ja, we hebben het er nog niet over gehad, maar ik kan het er nu toch nog over hebben. Oh, okay. Dus vorige aflevering, beste luisteraars en kijkers, als excuses, want we worden geregeld met ping van een smartphone die even afging tijdens de aflevering. Oei. Ja, oké. Okay. We gaan niet zeggen van wie het was. Maar ik heb nu met de Peter afgesproken, als er nu nog een gsm afgaat, buiten van de gasten, dat kan gebeuren, maar een van ons, dat gaan we wel elkaar trakteren op een etentje, dus... Oké, is goed. Allee, ik heb maar nu zelf van mijn eigen verzonnen, Peter moet dat mee akkoord vinden. Ja, ik heb geen enkele ping gehoord nu. Nee, dus
Gaan we rap afsluiten dan? Oké, Jeffke, dikke merci. Het was weer heel gezellig. Ja. Jullie bedankt voor de uitnodiging. Ja, dus... Ik kom altijd heel graag terug in het kapje. Mr. Westerl kon zeker hier niet ontbreken aan deze tafel. Voilà. Dat is heel graag gedaan. Dikke merci, Jeff. En nog veel succes in de verdere toekomst. Ja, dank u. Merci, Jeff. Merci. Ja.